Goedendag, mijn naam is Michael Germerman, ik ben arts-klinisch farmacoloog. En namens Recipe Pharmacotherapie bieden wij deze college reeks over cardiovasculair risicomanagement en hart- en vaatziekten aan. En in deel 2 zullen we de cholesterolverlagers met elkaar gaan doornemen. In dit overzicht ziet u waar dit deel zich verhoudt tot de andere delen. Als we gaan kijken naar over welke. Uh, cholesterolverlagers we in Nederland hebben, dan zien we dat deze uit drie groepen bestaan. We kennen de statines, de cholesterolabsorptieremmers en de PCSK9-remmers. Laten we eerst eens gaan kijken naar de eerste groep, de statines. De statines kan je herkennen aan dat hun uh, stofnaam eindigt op statine, zoals bijvoorbeeld fluvastatine, pravastatine, simvastatine, atovastatine en rosuvastatine. Het zijn in Nederland op dit moment de meest gebruikte statines en die staan in oplopende potentie. De fluvastatine het minst potent en de rosufastatine het meest potent. Deze geneesmiddelen werken omdat ze de synthese van cholesterol in de lever remmen. Hierdoor zie je dat er een toename, omdat, de, eh, omdat het cholesterol in de lever minder aanwezig is, zien we een toename van het aantal LDL-receptoren LDL in de lever. En eh, die LDL-receptoren LDL in de lever zorgen ervoor dat het LDL wordt opgenomen vanuit het bloed in de lever. Belangrijke bijwerkingen bij die statines zijn spierpijnen of eventueel rhabdomyoliezen. En daarbij ook stijgingen van leverenzymwaarden, zoals bijvoorbeeld de aminotransferases. Belangrijke contra-indicaties zijn ernstige leverfunctiestoornissen. Belangrijke interacties zijn onder andere dat statines CYP3A4 substraten zijn en in het bijzonder simvastatine en atorvastatine. Mocht er een geneesmiddel gecombineerd worden dat een CYP3A4 remmer of inducer is, dan zullen de concentraties van statines in het bloed veranderen. Kosten van deze statines zijn beheersbaar op ongeveer 15 tot 30 euro per jaar, afhankelijk van de statine. Hier zien we de werking van de statines, nogmaals. En in de rechteronderhoek ziet u dat statines, ook wel HMG-CoA reductase-inhibitors, zijn, en daarmee remmen ze de aanmaak van het cholesterol. Omdat er minder cholesterol in de lever aanwezig is, Zullen er ook minder LDL-secretie uh, 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 vanuit de lever uh, aanwezig zijn? Omdat er ook minder cholesterol in de lever is, zal de lever meer cholesterolreceptoren op zijn buitenste laag neerzetten, wat vervolgens het LDL in het bloed opneemt in de lever, waardoor de concentratie van LDL in het bloed vermindert. Als we kijken naar de statines, dan uh, had ik al gezegd dat ze verschillende potentie hebben. Dat zie je hier. En ook afhankelijk van de dosering zien we dat ze verschillende uh, effecten hebben op het verlagen van het LDL. Zo is bijvoorbeeld een dosering van 5 milligram simvastatine gemiddeld goed voor een uh, 23% daling van het LDL. Terwijl bijvoorbeeld 80 milligram rosuvastatine zorgt voor 58% LDL daling. tweede groep in, uh, uh, binnen de, uh, de cholesterolverlagers zijn de cholesterolabsorptieremmers. Hierin kennen we in Nederland eigenlijk alleen maar de ecetimibe, ook wel de ecetimib. De werking van dit geneesmiddel betreft namelijk het verminderen van het cholesterolopname in de darm. Bijvoorbeeld de B-celboter doet dit in mindere mate eigenlijk ook Bijwerkingen van deze geneesmiddelen bevinden zich dan ook voornamelijk in de darm, waar ze onder andere kunnen zorgen voor gastrointestinale klachten zoals buikpijn en diarree. De kosten van ezetimibe bedragen meer dan die van statines, twee keer zoveel, ongeveer op 60 euro per jaar per patiënt. En hier ziet u dat eigenlijk de de opname van cholesterol in darmvlokken vermindert. De derde cholesterolverlager die we in Nederland kunnen geven zijn de PCSK9 remmers. In Nederland zijn er op dit moment twee geneesmiddelen geregistreerd: de alirocumab en de evolocumab. Het zijn allebei monoclonale antilichamen en die eindigen daarom ook op MAP, Monoclonal Antibody. De werking van deze geneesmiddelen betreft het remmen van PCSK9. In PCSK9 zijn enzymen. Die de LDL-receptoren op de lever afbreken. De bijwerkingen die bij die PCSK9-remmers uh, kunnen voorkomen, zijn een licht verhoogd uh, risico op een, uh, een bovenste luchtweginfectie op urineweginfecties. We zien wat reacties op de injectiepraats. Deze geneesmiddelen moeten dus ook geïnjecteerd worden via subcutane injecties. En ook in sommige gevallen zien we ook hier nog weer spierpijn of overgevoeligheidsreacties bij ontstaan. Deze geneesmiddelen zijn significant duurder dan de statines of de cholesterolabsorptieremmers met ongeveer 2,5 tot 3000 euro per jaar. De toedieningsvorm is ook anders, namelijk in een subcutane injectie 1 tot 2 keer per maand afhankelijk van de hoogte van het cholesterol en hoe lang iemand het al gebruikt. Hier ziet u een uh, illustratie van hoe de cholesterolabsorptieremmers, PCSK9-remmers, werken. Aan de linkerkant een normale situatie, waarbij we een LDL-receptor hebben op de buitenkant van de lever, die ervoor zorgt dat LDL de lever wordt ingetrokken en minder in het bloed aanwezig is. Onze eigen PCSK9 remmen deze LDL-receptoren of zorgen eigenlijk dat die LDL-receptoren worden afgebroken. PCSK9 remmers remmen dus dat PEPmannetje wat er uiteindelijk voor zorgt dat er meer LDL-receptoren aan de buitenkant. Van de lever aanwezig zullen zijn, die ervoor zorgen dat er meer LDL de lever ingetrokken kan worden en daarmee dat er minder LDL in het bloed aanwezig is. In de afgelopen dia's hoop ik u verteld te hebben over de verschillende cholesterolverlagers die we in Nederland hebben en hoop ik u in de volgende deel uh, nog een keer te spreken.